Yo guys, Job hier, ik hier de YouTuber. Welkom bij deze nieuwe Minecraft Lucky Islands. Zoals jullie kunnen zien, ik ben weer back en we gaan kijken... Holy shit, wat de hel gebeurt hier? Er kwamen in één keer arrows uit de grond. Ik ben weer back en we gaan kijken of wij in deze episode weer kunnen gaan proberen te winnen. En het eerste wat wij moeten gaan doen is, wij moeten eigenlijk even kijken... Oeh, we hebben een bow en arrows gekregen. Dat is hetgene wat uit de grond kwam, nu snap ik het. Wat wij als allereerste moeten gaan doen is, wij moeten gewoon even heel snel een diamond sword maken. Want deze eilandjes zitten namelijk dramatisch dicht aan elkaar. En dat zou dus kunnen betekenen dat als we niet goed uitkijken, dat wij doodgemaakt worden in het begin van deze nieuwe aflevering. En dat is uiteraard iets wat ik probeer te voorkomen. Dus ik begin met het maken van een broek. Daarnaast maak ik ook nog even een sword. Doe ik eerst even deze aan. Pak ik dit erbij. En nu moet ik op zich al ready zijn om naar de eerste tegenstander toe te kunnen. En ik denk legit dat mij dat ook nog gaat lukken ook. Kijk eens aan. Even kijken. Waar is de eerste tegenstander, jongens? Hij moet hier ergens zijn. Is hier naast nog een tegenstander? Waar zijn ze? Oh, er zijn al 6 mensen dood. Are you freaking serious? Dat is best wel snel gegaan. Oké, dat is iets wat ik eerlijk gezegd niet echt had verwacht. Oh, er is hier een wand gekomen. Ah, dat is de invisibility wand. Wat de hel is hier gebeurd? Ik heb ze juist de grond laten veranderen in freaking ores. Oké, that's pretty amazing. Laten wij even hier naar de overkant gaan. Want ik geloof namelijk dat hier ook niemand meer is. Ik ga sowieso deze invisibility wand even bij me houden. Want stel voor, we willen zometeen ergens naartoe. Maar we zijn een beetje zenuwachtig omdat we denken dat we dan doodgaan. Dan kunnen we de invisibility wand aandoen. Zodat we in ieder geval niet echt heel erg opvallen. Ook heb ik gekregen weer een aantal bouwblokken. Dat is misschien wel hetgene wat het meeste van pas komt. Staat er niemand achter? Nee, er staat niemand achter. Waar is wel iemand? Er is sowieso in de buurt van het midden is er sowieso iemand. Dus laten we daar eerst even naartoe gaan. Oké, let's go. Ik plaats hier een blokje. Let's jump. Oké, snel. Ik maak mezelf onzichtbaar, jongens. Oké, deze guy daar. Ik weet niet of hij mij heeft gezien. Dat is wel de laatste. Dat is wel de laatste. Oh, shit. Jij liet mij kapot erg schrikken, man, bro. Jij liet mij... Ah. Snel, snel. Ah, shit. Ik heb verloren. Maar ik ben wel tweede geworden. Ik ben tweede geworden, jongens. Voor het begin van deze nieuwe aflevering is dat op zich helemaal niet zo heel verkeerd. Maar oh my god, ik weet niet wat de hel er gebeurde. Maar hij vuurde zoveel vlammen af dat mijn Minecraft het gewoon even een aantal seconden niet aankon. Oké, laten we gaan spelen tussen de bruggen, jongens en meisjes. De bridge map. We gaan uiteraard weer voor de diamonds. Want ik heb namelijk het idee dat we die wel echt het beste kunnen gebruiken. En let's just do this. We gaan eens even kijken of wij kunnen gaan ownen. Oh, dat woord heb ik al nog niet gezegd. Ownen. Dat was echt mijn favoriete woord. Ik zei dat geloof ik echt in elke Skywars aflevering vroeger. Dus het woord is wel back, jongens. We gaan ownen als een malle. Wat heb ik nou net gekregen? Ik heb geen idee. We gaan eerst even rustig onze lucky box openmaken. En wat we... Oeh, nice. We hebben hier nog een regeneration wand gekregen. En een slime wand. Alleen die slime wand die gebruik ik eigenlijk nooit, to be honest. Dus daar hebben we niet heel erg veel aan. Wat de hel gebeurt hier? Oh, nog een wand. Wat, welke is dit dan? De splash potion wand. Dan moet je maar hopen dat er een goede potion uitkomt. Want anders heb je namelijk per definitie eigenlijk al een probleem. Want stel voor je gebruikt je wand en er komt in één keer een potionous potion uit. Dan heb je dus eigenlijk best wel een big problem. En dat is iets wat je natuurlijk niet wilt. Oké, we zetten deze workbench even hier neer. We fixen even een aantal sticks. Wat vervolgens gebruikt gaat worden voor het maken van een zwaard. En hiermee maken we zoals gewoonlijk even een broek. Nou, fantastisch. We hebben eigenlijk alleen even wat eten nodig. Dus laat ik gelijk even... Waar waren die nou? Er waren hier net van die hooi dingen, toch? Of niet? Misschien zijn er alleen maar melons. Ja, melons zijn ook helemaal prima voor mij. Dan eet ik... Oh nee, hier zijn ze. Oké, nice. Die heb ik even nodig om wat brood mee te fixen, jongens. Want brood, dat zorgt er namelijk voor dat je wel snel vol zit. Kijk eens aan. Oké, hoppakeetje. Dan maken we hier even wat brood mee. En nu moet ik eigenlijk als laatste nog even wat bouwblokken hebben. Om heel even snel mee te kunnen bouwen naar de tegenstanders. Hier tegenover mij is iemand... Oké, wacht, ik heb een plan. Heb ik toevallig... Nee, ik heb geen diamond meer over. Ja, dan moet ik gewoon even heel snel... Misschien moet ik even een X maken. Ik wil namelijk zo snel mogelijk veel bouwblokken hebben, jongens, zodat we naar de tegenstanders toe kunnen gaan. Weet je, ik ga dat gewoon even doen. Ik maak gewoon even een X voor mezelf. Dan kan ik even heel snel verzamelen wat ik nodig heb. Zoveel mogelijk bouwblokken. Welke tactiek gebruiken jullie altijd in minigames zoals Skywars en Lucky Islands? Laat het mij hier beneden weten in de comments. En misschien kan ik er nog wel wat van leren. De tactiek die ik meestal gebruik is gewoon letterlijk YOLO-modus aan. En proberen zoveel mogelijk kills te maken in zo'n kort mogelijke tijd. En gaat dat meestal goed? Niet altijd, maar ik doe natuurlijk mijn best om het wel goed te laten gaan. Oké, laten we zeggen dat we gewoon eerst hier naartoe gaan. Er zijn al 5 mensen dood, jongens en meisjes. Holy freaking moly, wat gaat dat snel. Oké, even kijken. Misschien moet ik nog even net iets verder. Oké, daar gaan we, jongens. Let's go. Oké, we hebben het gehaald. Is daar tegenover iemand? Ik zie er wel iemand met zo'n hoek. Holy shit, dat deed hij gek. Freaking Spider-Man moves. Oh, weer een slime wand. Nee, die hebben we al genoeg inmiddels. Oké, we gaan snel even kijken of wij naar een tegenstander toe kunnen, jongens. Laten we even deze lucky block hier openmaken. Oh, nou, er kwamen tools uit die al direct naar beneden toe vielen. Daar hebben we dus niet heel erg veel aan. Ik moet wel een beetje voorzichtig doen hier. Ik zie mezelf het wel weer voor elkaar krijgen om hier dood te gaan. Hier is waarschijnlijk iemand weggegaan. Wat is daar aan de hand? Oh, dat zijn van die silverfishes, ik wou wel zeggen. Wat zijn dat voor rare vormen van mensen?
Oké dan. Er is in één keer een farm. Oké, heel erg leuk. Welke kant zullen wij eens opgaan? Waar is iedereen? Het midden zeker, of niet? Is iedereen mid? Hè? Waar is iedereen naartoe? Wacht, als ik nou naar dit eilandje ga, dan kom ik vanzelf wel bij iemand uit. Dat moet toch wel, jongens en meisjes. Het zou toch raar zijn als we overal naartoe gaan, terwijl er nog zoveel mensen over zijn, maar we zien gewoon niemand. Oké, we gaan even deze natuurlijk openmaken. Hey, ik heb een hondje, jongens en meisjes. Oh, we mogen hem een naam geven. Oh my god, ik ga hem sowieso Jeyoon noemen. Jeyoon, man, bro, kijk eens aan. Oh, is het nou gelukt? Het is gelukt! Ik heb Jeyoon! Jeyoon is bij me, jongens en meisjes. Oh my god, we did it. Ik ben helemaal tevreden. Even kijken, we hebben hier nog wat van deze dingen. Zo, ik ben helemaal ready. Ja, maar waar... Wacht, nee. Hier ga ik niet naartoe. Dat is niet slim. Ik hoop dat mijn hond mij ook daadwerkelijk gaat helpen in deze Skywars aflevering. Of deze Lucky Islands. Ik vind het zo raar dat het Lucky Islands heet en niet Lucky Skyblock. Of Lucky Skyblock, Lucky Skywars. Dat was logischer geweest. Wat hebben we gekregen? Oh, dat is een trap. Oké, die zetten we hier neer. Als iemand die openmaakt, dan explodeert hij, jongens. Wie weet. Misschien gaat er iemand in onze trap trappen. In onze trap trappen. Dat klinkt heel erg dubbel op. Ik ben echt heel voorzichtig aan het lopen hier, want meestal gaat het anders fout. Waar zijn de tegenstanders, jongens? Ah, daar is er eentje, daar is er eentje. Kijk, daar kan ik dus in één keer naartoe nu. Als het goed is, kan ik daar in één keer naartoe. Er zijn namelijk nog 5 mensen over, jongens. Dat is toch nog best wel veel als je er zo over nadenkt. Kijk, hij bouwt zichzelf daar naar boven. Ik weet alleen niet hoe ik hem naar beneden ga halen, want ik heb namelijk nog geen bow en zo. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon naar hem toe en we zullen wel zien hoe we hem daar af gaan krijgen. Want we moeten hem wel naar beneden halen, anders kunnen we hem natuurlijk niet killen. Oh, hij is zelf al naar beneden gegaan. Oké, wacht. Oké, snel. Pak mijn zwaard erbij. Regeneration wand 1 keer gebruiken. Oké, hij is al weg. Ja, voor de mensen die denken, waarom heb je regen... Waar is hij? Is hij nou naar overkant gegaan? Hoe de hel heeft hij dat gedaan? Of is hij hier nog? Oh, hij is hier nog. Oh nee, dat is Jeyoon. Oh my god, Jeyoon de hond, die maakt mij nu alweer... Ik heb zo'n vermoeden dat hij er nog wel was. Ik ben kapot hard geflasht. Ik ben gewoon letterlijk kapot hard geflasht. Ik had dat niet verwacht, jongens en meisjes. But it happened. Ik ben kapot hard geflasht. Dat is gewoon dat gevoel wanneer je Pokémon-kaarten met iemand ruilt. Je hebt geruild en die persoon zegt zonder terugruil. En je weet op dat moment eigenlijk gewoon dat je keihard genaaid bent. Dat is wat er juist is gebeurd. Welke map zullen wij eens joinen? Welke heb ik nog niet gedaan? Ik wil Nest wel eens een keer proberen. Klinkt als een leuke Minecraft-map. Oké, we gaan. Ik geloof dat een hele hoop mensen weten dat ik hier ben. Want ik zag net dat er 3 mensen waren. En toen ik joinde, waren er in één keer 12. Dus I don't know for sure, man. Maar het zou maar zo kunnen. Oké, we gaan alsnog proberen een potje te ownen. Dat is de bedoeling, dat is waar we voor gaan. En het gaat werken, jongens, ik geloof in mezelf. Ik geloof echt in mezelf. Wat de hel is dat? Oh, ik heb kapot veel potions gekregen. Speed 2 heb ik wel nodig, instant damage ga ik niet pakken. Deze niet, oké, deze heb ik ook nodig. We hebben een wand gekregen, wat voor eentje is dat? Een shield wand. Dat is wel handig voor als bijvoorbeeld mensen je aanvallen en je valt bijna naar beneden. Of ja, je wordt gewoon aangevallen en je gaat bijna dood. Dan kun je de shield wand gebruiken om even een soort van aura over je heen te krijgen. Van blokjes, geloof ik. Ik weet niet zeker of dat het was, maar ik geloof het eerlijk gezegd wel. Oké, laten we beginnen met het maken van een broek. Dan maken we nog even een zwaard erbij. Let's get it. Oké, nice. Deze doe ik aan. En nu heb ik eigenlijk nog even iets meer bouwblokken nodig om mee bij de tegenstanders te komen. Er is nog niemand overleden, jongens en meisjes. Dat betekent dat er nog geen first blood is, met andere woorden. Er is nog geen eerste persoon dood. Nou ja, dit gaat gewoon lukken, jongens. I got this. Ik ga proberen dit potje echt op een epische manier te winnen. Er zijn altijd van die epische Skywars en tactieken waarop je kunt winnen. Oké, daar is iemand, jongens. Die wil ik als eerste gaan pakken. Zul ik alvast speed op me gooien? Nee, ik wacht daar nog even mee. Wat? Wither Shower? Wat de hel? Wat is dat? Oh my god. Wat? Wat gebeurt er? Ik zie ook een Angry Bird hier. Wat doet die daar dan weer? Ik weet niet wat de hell is happening right now. Maar het ziet er kapot gevaarlijk uit. Het ziet er echt kapot gevaarlijk uit. Ik weet niet waarom ik bouw terwijl dit gebeurt. Dit is geloof ik echt het meest onveilige wat ik kan doen. But I'm just going to do this. Let's go. Oh my god. Kom een Witherhoofd uit de lucht vallen, man, bro. Dat kan nooit goed zijn. Oké, snel. Snel. Ik mag niet geraakt worden. Oh, ze vliegen langs me heen. Is er iemand? Hallo? Kapot random. Ik zie hier in één keer niemand meer. Maar er was hier wel iemand net. Ja, nu ga ik extra goed uitkijken. Hè? Want net ging ik ook dood omdat ik dacht dat er niemand was. En er schijnt uiteindelijk wel iemand te zijn. En ik wil dat niet weer meemaken. Dat ik denk dat er niemand is. Maar dat ik uiteindelijk alsnog dood ga. Oké, de Witherhoofd die stopt er bijna, jongens. Dus dat is mooi. Wat de hel is dat? Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. De Wither Shower is voorbij. Oké, waar zijn de mensen? Even kijken. Er zijn ook gewoon 3 mensen al door overleden. Alleen, ja, maakt verder niet uit. We gaan gewoon even naar de overkant toe. Let's go. We gaan gewoon van eiland naar eiland, jongens. En we zullen vanzelf wel zien of wij een tegenstander tegenkomen eventueel. Ik moet echt uitkijken dat ik niet weer genaaid word, jongens. Want ik ben daar nu echt legit heel erg bang voor. Oké, deze ga ik gewoon halen. Huh. Nice, oké. Wat staat er? You Ultra Hardcore Event? What? Wat houdt dat nou weer in?
Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee wat dat inhoudt. Oh, nice! Ik heb een extra zwaard gekregen. En 32 emeralds. Kan ik met jullie iets moois ruilen voor emeralds? Nee, jullie willen niet met mij ruilen. Fantastisch. Laten we wel even naar die enchanting table toe gaan. Wacht, hebben we Lapislazuli of niet? Nee, dat hebben we niet. Nou, misschien dat we dat zo nog kunnen krijgen. Ik heb echt geen idee wat er allemaal gebeurt, jongens. Of ik nou in een of ander raar event ben beland of zo. I don't know. We zullen het zien. Ik heb in ieder geval wel genoeg bouwblok op dit moment. En ik heb hier een blaze rod. Die pakken we er ook even bij. Ik heb het idee dat we die ook goed kunnen gebruiken. En we maken gewoon even alles open totdat we wat... Ik vind het zo grappig dat die farms daar zo komen. Wat is dit? Wat is dat? Ik vind het zo raar. Wat is dat? Oh, een bow. En oh, dat hebben we nog niet. Wacht, dat hebben we nog niet. Dat gaan we wel even erbij pakken. Zo, oké, nice. Gaan we deze nog even openmaken. Is daar wat? Daar is een pickaxe. Wacht. Hé, dat is best wel nice. Ik zeg je heel eerlijk, dat is best wel nice. Nou, we hebben in ieder geval even wat meer diamonds. Dan kunnen we misschien nog even iets van diamond armor maken. Let's go. Alleen, waar gaan we naartoe, jongens? Ik zie... Daar zie ik iemand. Een meisje. Oh my god, jongens. Een meisje. Een meisje. Even kijken. Hoeveel diamonds hebben we nou in totaal? We hebben al 8 diamonds. Nou, dan kunnen we in ieder geval even wat diamond armor maken. Even kijken. Met deze hebben we er in totaal 10. Kan ik deze nog even meenemen? Let's go. Oké, cool. Dan gaan we daarmee... Waar is de workbench? Hebben we die al? Anders maken we die even snel. Hoppakeetje. Zombie invasion? Wat? Dat is kapot random. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt dit? What the hell? What the hell? Waarom gebeurt dit? Dit is inderdaad wel ultra hardcore. Ik bedoel, het is al redelijk moeilijk om te overleven terwijl je met al deze mensen zit. En nu komen er ook nog eens zombies en zo. Oké, wacht. Ik ga naar de overkant proberen te gaan. Regeneration is voorbij. Oké, laten we hopen dat er geen zombie achter mij komt op dit moment. Ik denk dat het op zich niet eens kan. Oké, let's go, jongens. Gaan we dit halen? Huh. Nice. Even kijken. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Ik hoor zomaar, er is daar iemand binnen. 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 Snel, snel. Kill it. Kill it. Kill it. Ik heb hem doodgemaakt. En hij had a lot of stuff. Hij had a lot of... Oh, wat? Boze kat? Wat? Gebeurt dat nou ook nog? Is er nog niet genoeg? Holy freaking moly. Dit lijkt wel een of andere Minesy-achtig iets, man, bro. Zoveel zombies en shit. Het is gewoon bijna niet uit te houden. Wat doen jullie hier allemaal, man, bro? Laat in de comments weten, jongens. Dissolving met your craft fest. Wat moet ik doen? Oh my god. A treasure island has spawned. Er is dus ergens een island gespawned. I don't even know, man. De zombie invasion is in ieder geval afgelopen. Oké, laat mij even goed schemen waar iedereen is. Even kijken. Hier aan deze kant is niemand. Dus we hoeven hier sowieso niet verder te kijken. Dan gaan we nu even aan de overkant kijken. Dit is zo raar, jongens en meisjes. Ik weet... Oh, daar is iemand. Daar is iemand. Daar is iemand. Misschien kan ik daar even snel bij in de buurt komen. Dit is kapot random. Echt, ik zweer het je. Dit is echt kapot random. Ik weet echt niet wat er gebeurt. Even achter me kijken. Is er echt niemand? Nee, er is niemand. Oké. Ik weet niet of we nu in een of andere ultra lucky islands terecht zijn gekomen. Misschien heb ik dat zelf gejoined zonder dat ik het door had. Ik heb werkelijk waar geen idee, maar dit is best wel heftig. Er zijn echt kapot overpowerde zombies en andere dergelijke die in één keer op me afkomen rennen. Iets wat normaal gesproken in Skywars geloof ik niet hoort te gebeuren. Wacht even, is er nou net iemand dood gegaan? Want ik zag daar net een name tag en die is nu in één keer verdwenen. Oké, snel. Even kijken. Let's go. Oh, daar. Hij staat beneden, hij staat beneden. Hij probeert zichzelf waarschijnlijk te verstoppen voor alles en iedereen. Maar dat gaat deze man niet lukken. Dat gaat deze man zeker niet lukken. Ik doe mezelf even een potion of swiftness. Even kijken, hoe kan ik daar komen? Oké, daar gaan we. Oh, hij heeft zichzelf proberen in te bouwen. Deze man is slim, maar niet slim genoeg. Deze man is slim, maar niet slim genoeg. Er is ook een rabbit mode. Wat houdt dat in? Dat iedereen... Hij is hier. Oké, snel, snel, snel. Hij is kapot goed verstopt, man, bro. Ja, jij bent één viespeuk. Jij bent één viespeuk. Oh, ik vind dat zo naar als mensen dat doen, hè. Alsjeblieft, jongens, als jullie dit kijken, verpest het spel niet door dit soort dingen te doen, man. Dat is niet leuk, man. Je verpest het spel voor anderen als je jezelf het hele potje gaat verstoppen om op die manier te winnen. Ha! Oh my god, ik kan kapot hoog springen. Weet je hoe leuk dat is? Dat is echt kapot leuk. Oké, even kijken. Waar moeten we naartoe? Er zijn nog 2 mensen naast mij over. Dus er is een redelijk grote kans dat ik dit win. Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Wat is jouw plan, bro? Wat is jouw plan? 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 Nee, niet doen. Niet doen. Dankjewel. Oh nee, hij heeft het afgestoken. Oh shit. Oh shit. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik spring automatisch op blokjes. En dat is super irritant als je een jump boost hebt. Daar is de laatste. Oké, okay, regeneration. Shit. Hoe ga ik bij hem komen? Waar is die? Daar is die. Daar is die. You are the peanut. You are the peanut. You are the peanut. You are the peanut. You are... Ik heb gewonnen. Haha. Nice. Oké, dit potje was epic, man. Ik heb toch nog een keer weten te winnen deze aflevering. Dit potje was gruwelijk. Jongens en meisjes, dit was een hele spectaculaire aflevering. Ik vond hem leuk om op te nemen. Vonden jullie dit nou een leuke video om naar te kijken? Willen jullie mij vaker Lucky Island zien doen? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Adios.